Welkom bij een unboxing van het nieuwe model van Okere Bella Pool. Het mooie kip heet het geloof ik, vertaald, vrij vertaald. Vandaag aangekomen van www.corona-net.de. Heeft er 2 dagen over gedaan. Duurt altijd iets langer dan vanuit Nederland natuurlijk. Maar goed, 2 dagen is toch al vrij snel. Hij wil niet open. Hij zit nog zo lekker in zijn verpakking. Kijk, hem elkaar niet in beeld. Maar goed. Nou, daar gaat hij. Als hij open wil. Zoals ik al zei, ik heb hem besteld bij www.corona-net.de met korting. Dus als jullie dit scheepje ook een mooi scheepje vinden, ga dan naar de site. Ik heb in de voorstellingsvideo heb ik al laten zien hoe je dat moet doen. Dus, maar nou, dit. Deze die pak ik zo uit. Er wat onderdelen in. Hier heb je San Felipe staat er ook op. Nee, staat er nog niet op. Denk ik. Zie hem niet staan. Het blaadje wordt steeds kleiner. Tenminste, het kan er haast niet meer op. Al die schepen, modellen die ze hebben. Dus ik denk dat ze binnenkort met 2 velletjes gaan beginnen. Kijk wat gelijk opvalt is. Hier zit nog een doosje. Die ga ik dadelijk openmaken. Die laat ik even apart zien. Dan hebben we hier de bouwbeschrijving. Dit keer weer een groot blad, zeg maar, een boekje. Nou, zo stap voor stap. Eerst de spanten, dekken, de planken. Met de schijnveilen, die wanden, met die kanonsgaten. Er zitten ook weer aardig wat kanonsgaten. Ik dacht iets van 60 of zo. Dat weet ik niet. Kijk, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, 70 ongeveer. Nou, de planking. Moet je dat maar doen. De tweede beplanking komt erop. Niet helemaal tot boven, geloof ik. Maar hij wordt ook geverfd in. Nou, staat hij niet op. Zwart. En de onderkant blijft sepelie. En de bovenkant wordt zwart. Oh, het zie je dan. Ja, hier. Puikjes. Oeh. Kanonnen. Hoe die gemaakt worden. Enzovoort. Kettingen. Bijbootjes. Daar ben ik niet zo'n fan van, man, om dat dan zo te maken. Maar goed. Zit erbij. Moet eraan geloven. Hier foto-edge trapjes. Nou ja, de leuningen zien er wel leuk uit. Nou ja, we gaan het al zien. Ja, hier zijn de bootjes klaar. Hier de. Kijk, hier komen geen juffers op. Heb ik gezien. Nou, is het klaar. Zonder zeilen. En hier met zeilen. Weer de masten en de raas moet plaatsen. Hier en de onderdelen kun je eerst nummeren, zeg maar. De platen, de houten platen die erin zitten. Kun je zo een nummertje opzeven. Nog meer. Oh, er zit aardig wat in deze
Oh, dit zijn de photo edge delen. Een hoop zeg. Oeh. Nou ja. Ik denk dat ik deze raak misschien alleen de spant mee beginnen. En hier de bagageplan. Heel eenvoudig altijd of goed uitgelegd. Belegplan. Waar de bagage op moet komen. En nog, oh, nog drie dingen. Oh, eigenlijk wat kabels denk ik. We hebben hier ook een dik gevalletje. Oeh. Oh, hier. Nou, de beschrijving is in het Spaans, Engels, Frans, Italiaans en Duits. Geen Nederlands. Hier zie je de inhoud. De partlist, zeg maar. En dit verwijst naar de nummer van de, bijvoorbeeld van de tekening, B1. Hier heb je A. Hier heb je A. En hier heb je B. En dan heb je B1. Dat zijn van die dekplankjes. B1 is 230 maal 0,6 maal 5 maal 80 mm. Dus dit zijn de tekening, de fotonummers, zeg maar, C enzovoort. En dat gaat door tot V, W, X, I, Z. En dan nog MT. Dan weet ik niet wat dat is. Nou ja, dan zien we daar wel een heleboel, hè. Hier is nog wat overzicht van de inhoud. Nagels, oogjes, dubbelblokken, enkelblokken, juffertjes. Nog meer oogjes. Belegnagels. En dan hier de masten. 1x1. En ja, alles 1x1. Dus makkelijk keer de masten zo of de raas zo naast leggen. Hier komt nog een, noemen ze dat, een spier geloof ik. Dus om de zeilen breder te maken. Die zeilen zitten er niet bij. En dan waren er wat tekeningen. Hier heb je dan de zeilen. Die kun je zo opleggen. Dan zeg je, oh, dat is VT10. Een beetje zo erop leggen. Hier, VT5. Enzovoort, enzovoort. Dan hebben we hier. Oh. De voorschip. Bovenaanzicht. Dekplan, zeg maar. Hier ziet een beetje gestippelde lijn. Daar komt een boot op. Bijboot. Roosters, trapjes. Dit is een. Oh, dit is ondersteboven, maar maakt niet uit. Achterschip. Dit is een schip uit 16. Nee, 16. Uit 1800. En nog iets. Ik ga het eerst die doosjes. Opensnijden. Die laat ik even apart zien. En dan ga ik eerst even doen en dan kom ik weer terug. Zo, ik heb ze opengemaakt. Laat ik even zien. Er zit een barst in. Zo, kijk wat er allemaal in zit. Een setje. Hier zitten de dummies. Hier wat kleine kanonnen. Die komen aan de zijkant op het dek. Dit weet ik niet. Hier een grote kanon. Oh, dit zijn de kanonnen. Ze zien er anders uit dan gewoon. En hier nog een paar grote. Dit weet ik niet. Of versiering zijn. Hier in de spil. Ik denk dat ik er gaatjes in moet boren. Dat zijn heel ondiepe dingen. Erop. Hier. Dit weet ik niet. Ik weet natuurlijk niet alles. Hier de boegbeeld.
stuurwiel, tweemaal. Kunnen we aan elkaar zetten. De vizieringen. Trappetje, denk ik. Nou, zal ook wel versierd zijn. Hele kleine onderdeeltjes. Zit hierin ook nog hier een. Waar een touw in komt, is een wiel. De zijkant. Ja. Anker, hoe zit het erin? Vier grote. En één kleine. En hier het naam. Schild. Nou. Ik ga verder, weet ik niet. Misschien wel goud met zwarte letters. Of zwart met gouden letters. Ik weet nog niet. Maar zover is het nog lang niet. Dit is het eerste doosje. Next. Tweede doosje. Zo openen. Spijkertjes. Zat. Oh. Dit is voor de. Oh. Dat zijn wel lange. Lange spijkers. Hier is voor de mast. Oh, dat is voor die. Die spie die er doorheen komt. Een klein gaatje boven. En dit is. Ja, om twee masten aan elkaar te zetten. Maskragen. Kettingen. Hoe noemen ze die dingen? Ja, touw vast te maken, ik heb hem op het dek. Belegnagels. Enkele blokken. Hier dubbele blokken. Juffertjes. Ketting. Ringetjes. Oogjes. Dit is voor de loer. Zien, hè? Dan nog meer ringetjes, staafjes, messing, dun, nou, verschillende maten, dun, dik enzovoort, en roosters, ook houten trappen, dan misschien hieronder, hè? Kogeltjes. Kom. Ik heb hem. Kogels. Oh, hier nog een paar messingstrippen. Ik wil ergens voor, denk ik. Alles zal ze. Nou, dat was het. Voor die doosjes. Ik heb het net geprikt aan mijn vinger. Verder. Niet meer met een mes maken, maar openmaken. Aan de andere hand gebruiken, er zit misschien wel een bloed op. Zeilen. En een extra doek. En de mama geloven. En vol met garen in verschillende maten. Dit is voor, volgens mij komt dat aan de zijkant. Bij de Victory heb ik dat ook gemaakt, volgens mij. Twee vlaggen. Eentje voor en eentje achter. En het zakje. Een flinke lap naar mezelf. Dit is ook een beetje een grotere boot. Dat kan ik wel even vertellen. Even kijken, waar staat de zijkant van de doos? Dat valt uit elkaar. Het is schaal 1 op 90.
De hoogte is 76,5 centimeter. De breedte, dat is de onderste ra, zeg maar, 38,5 centimeter. En de lengte, dus van de, van de voorkant van de boegspriet naar de achterkant, is 1 meter 8,5 centimeter. Een flinke schuit. Nou, gaan we even kijken wat hierin zit. Masten, hier zijn die spier die in bovenop komen op die raas. Die dunnere latjes, zeg maar. Au! De lamp bijna kapot. Hier wat diverse soorten hout. Walnoot en gewoon essen of linden. Diverse maten. Hier, dit is voor die kanon aan de achterkant. Net zoals bij de Saint-Philippe moest ik die stukjes maken om de achterkant van die gaten te doen. Hier zit met twee latjes bij. En nog diverse andere dunne latjes. Hier hebben we de eerste beplanking. Meestal 2x5. En hier hebben we de tweede beplanking. Dat is sapeli. En de dekbeplanking. 0,5 geloof ik is die. Dus ja. En als laatste. Hij is al open. En die doos weg. Zo, weg. Hij is al open, zie je het? Gif, niet eten, staat erop. Do not eat. Ja. Ik heb geen mes nodig. Zo. Mes ik hem weg. Nou, die hebben we de boeg. Kiel. Nog een stukje kiel. Dat is voor de masten. Nou, kleine driehoekje. Ik weet niet waar er voor is. Nog een paar dingen. Maar dat komen we zelf achter. Hier is de. Oh. Ik heb er nog meer gesneden, zie je dat? Hier de valskiel. Zo aan elkaar. En die. Nou, die is. Bijna. Ja, 180 centimeter. Denk ik. Hier nog wat voor de masten. Komen we hierin, denk ik. En hierin. Nou, dat zien we dan al. Stukje dek. Mario, die had. Dan was het helemaal krom. Die van mij is gewoon recht. Maak ook niks uit. Je lijmt het toch op het frame, op die spanten. En dan komt het vanzelf recht. Het is heel dun materiaal. Bijboten. Waar ik heel enthousiast over ben. Maar goed. Dit is. Oh, het zijn er twee. Ik denk dat dit een spiegel is. Nou, dan zien we wel. Relingen voor het dek. Relingen op het dek. Hier nog meer, denk ik. Weet ik niet. Weet ik ook niet. Dit lijkt wel iets voor de boeg. Bij de boegspriet. Hier zijn de wanden voor de. Waar de kanons. Die dingen moet je geloof ik wel bewaren. Dat zijn ook gelijk de luiken. En ik denk dat de luiken normaal. Normaal is het 1 luik en hier zijn het 2. 2 stuks. Eentje besturen met een bakbord. Hier zijn de kanonnen. Hier komen de kanonnen op. Zien er anders uit dan de Noordwind zijn. Maar dit is ook een moderner schip, laten we het zo zeggen. Uit 1830 geloof ik. Nou ja, daar kom ik nog wel een keer achter. Het is ook het schip wat de restanten van Napoleon van een eiland heeft gehaald en naar Frankrijk heeft gebracht. Hier nog meer dek. Hier weet ik niet. Nog meer dekken. Achterdek. Nee, voordek. Hier komt de boegspriet in.
Dit is een spiegel, denk ik. Jammer, want we hadden misschien wel een verlichting maken. Hier van de bijboten, hier van de mast. De Mars heet dat. De mastplatform heet de Mars. In het Nederlands. Hier nog meer. Dan die relinkjes op, denk ik. En spanten. Dat is de standaard. Die vier onderdelen. Kun je de boot opzetten. Je kan ook een luxere standaard erbij kopen. Die kun je ook bij corona-net.de bestellen. Als je deze wil hebben, dan kun je die. Staat er ook bij. Dan kun je ook een verfpakket erbij bestellen. En een luxere standaard. Een verfpakket. En die luxere standaard, daar zit ook mijn korting op. ARES modelbouw. Dat wordt, dus dan kun je het alles in één keer kopen. En dan ben je waarschijnlijk, als je alles bij elkaar hebt, die drie dingen, ben je nog goedkoper uit dan de prijs van het schip. Zoveel korting zit erop. Hier hebben we de foto-etsnijlen, dat spiegelt lekker. Hier de trapjes. Dat zijn de treden. Oh hier. O jee. Nou, wordt wel gepriegel, zie ik. Hier nog meer roosters. Weet ik veel wat. Nog meer spanten. Dat zijn 5 mm, denk ik. Of 4. Ik heb nog een schuifmaat. Ja, ik heb nog een schuifmaat. Gaan we gelijk even meten, hè. 5 mm. Nog meer? Oh, wat die allemaal zijn, ik weet het niet. Hier lijkt wel op een treinspoorten dit. Had er niet al op die schip? Dat weet ik niet. Nou, dat zien we nou al. Zover zijn we toch. Hier een reling voor de spiegel, denk ik. Achterschip. Hier ook nog. Het lijkt wel dat het open is. Nou ja, zien we wel. Hier voor de. Nou ja. En nog meer spanten. Ik heb nog niet gezien die tussenstukjes die op dat die valse kiel moeten zitten. Dat is toch vrij dik. Autoets. Die ook niet. Niet. Ik niet. Nou, ik denk deze. Die komen om die twee valse kielen tegen elkaar te maken. Kanonnen. Zou ook die kunnen wezen. Valse kiel. Zo. Nou, dat was het. Ik denk dat het iets meer moeilijker is dan de Saint-Philippe. Ik weet niet of de moeilijkheidsgraad op staat. Oh. Mijn camera schreef er even mee uit. Dan doet het weer. Moeilijkheidsgraad staat er niet op, geloof ik. Of ik heb niet goed gekeken. Nee, dat zie ik niet. Volgens mij was de gevorderde. Maar goed. Oh, mijn andere camera schijnt er meer uit. Maakt niet uit. Nou, dit was het. Ik had de spanten. Dus deze. En die spanten ga ik in elkaar zetten. Als begin. Die laat ik, denk ik. De Saint-Philippe. Zou vandaag komen, die heb ik in de unboxing. Ik denk er volgende week de spanten en de valse kiel laat zien hoe ik dat ga maken. En dan, daarna ga ik gewoon weer met de Saint-Philippe verder. Want die wil ik eigenlijk als eerste af hebben. En dan
Misschien dat ik tussendoor wel eens deze doet. Maar eigenlijk de San Felipe wil ik voorrang geven. Ik denk aan wat andere boten van de VOC-schepen. Ja, die moet ik eigenlijk ook nog doen. Maar die komen op een zeer laag pitje te staan. Dat is ook een ander soort bouw dan oker. Oker is wat dat betreft heel goed. Qua, die bestaan natuurlijk ook al langer. En die kolderstok, die moet je wel, toch wel een beetje ervaring hebben in modelschepenbouw. Maar goed, dus volgende week laat ik de spanten scherp zijn, Messi. Dat puntje voornamelijk. Ik deed zo, hier. Nou ja, maakt niet uit, kan gebeuren. Dus volgende week laat ik die spanten zien. Dus de valse kiel. En die week daarna ga ik weer met de San Felipe verder. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.